Maar het is iets makkelijker vanzelf. Ja. Goed. Dus ik zeg de vraag naar de link tussen kinderen en programmeren. Hoe krijg je kinderen aan het programmeren en zo. En ik ben er zelf mee geconfronteerd met mijn dochtertje van 4 jaar op dat moment. Ik was tussen kerstmis en nieuwjaar in de vakantie. Ik was aan het programmeren op mijn laptop op vakantie bij familie in de woonkamer. En die vroeg, papa, wat ben je aan het doen? En het antwoord is, ja, programmeren. Ik ben aan het programmeren. En dan vraagt een kind van 4 jaar, papa, wat is programmeren? Ja. En dan, ja, dat is wel moeilijk, want je weet zelf wat programmeren is, maar hoe leg je aan een kind van 4 jaar uit wat programmeren is? Dus dan moest ik op die moment zelf, hè, dus je ook niet van, ik zal morgen vroeg wel aan het worden, en nee, zo'n kind wil natuurlijk direct een antwoord. Op die moment zelf moest ik laten zien, dus, want uitleggen is nogal abstract, laten zien wat dat was. Ik zat in mijn programmeeromgeving op mijn Linux-systeem, dat is een KDE-systeem, en ik heb daar een Gambas IDE op. Gambas is een programmeeromgeving en programmeertaal die ontwikkeld is door een man in Parijs, die dat professioneel zelf gebruikt ook. En gebruikt de syntax die heel verwant is aan Basic en concepten die heel verwant zijn aan Java. Dus je kan in Gambas zowel op een command line scripts schrijven, je kan het als scripttaal gebruiken en vanuit de command line omgeving gebruiken, maar je kan het ook als een volwaardige IDE gebruiken. En heel de IDE zelf is eigenlijk geprogrammeerd in Gambas. Dus de IDE is geprogrammeerd in de eigen programmeertaal. Dus je kan vanuit de IDE de eigen IDE aanpassen en compileren. Dat was ik aan het werken. En ik heb dan onmiddellijk, ik moest een beeldje hebben om iets te laten zien. Voor een kind laat je best iets bewegen of zo. Dus ik heb een beeldje van internet gezocht. Een grappig beeldje dat ik probeer te vinden. Dus dan kom ik natuurlijk bij een pinguïn uit. En dan wilde ik die pinguïn iets laten doen. Dus achtergrond is de programmeeromgeving. Die doe ik stik even naar beneden. En ik had een pinguïn gedownload. Gewoon een beeldje van internet. Natuurlijk programmeren. Bestaande dingen gebruiken. Dat zit er al direct in. Dus. En die pinguïn op het scherm gezet. En zij kon dan op een knop drukken op het scherm. Ik heb een eenvoudige knop op het scherm gezet. En dan kon de pinguïn reageren op het feit dat ze op die knop drukte. Die pinguïn beweegt. Dus ik leg haar uit. Ik kan de computer iets laten doen. Ik kan vanaf nul beginnen. Ik begin met een leeg scherm. Ik neem iets. Ik kan dat op het scherm weergeven. En ik kan de computer laten reageren. Dus als je op de knop drukt, dan loopt die pinguïn een stukje voort. En een aantal stappen. Dat is een gewone lus. Een herhaallus van 50 of 10 of weet ik veel stapjes. En dan kon ze elke keer dat knopje drukken, dat vond ze dan heel leuk. Want dat programma doet weinig, maar zij kan iets doen en het programma reageert erop. Dat is een beetje de eerste stap. Na verloop van tijd was ze daarop uitgespeeld en had ze wel begrepen, oké, maar dat is toch ook wat weinig. Hè? Kunnen we niet... Waar loopt de pinguïn naartoe? Vroeg ze toen. Ja, maar ze blijven altijd vragen stellen, kinderen. Dus dan was het natuurlijk tijd voor de tweede versie. De pinguïn moet ergens naartoe lopen. Dus dat ik een huis ergens van. Ik denk dat dit het home-teken is uit de KDE-omgeving of zoiets. Moet je wel snel reageren als een kind iets vraagt. En dus de pinguïn loopt naar huis. Dus ik had dan ook de code een beetje aangepast. Zij zag mij telkens in die IDE gaan. Ze zag mij altijd in die lettertjes, weet wat lettertjes zijn. Ze kan niet lezen of schrijven natuurlijk, 4 jaar. Maar ze zag mij altijd in die programmeeromgeving gaan, iets aanpassen en terug op de F5 hè, run. En dan kon het programma teruglopen. Dus ze zag het verband tussen dingen wijzigen, dingen ergens halen en dan op iets ja, is veranderd in het programma. Grote vraag, waar loopt de pinguïn naartoe, naar het huis? Maar de volgende vraag is, wat gebeurt er als die in het huis aankomt? Want een kind is niet snel tevreden, dus je moet ook altijd een beloning inbouwen. Dus ik had nog net tijd om iets te verzinnen. En zodat er ook een effect was als de pinguïn dan aankomt in het huis, dat er een reactie is. En wat die pinguïn toen deed, moest ik een ander beeldje voor van internet downloaden. Namelijk een van een pinguïn in een stoel die zijn krant leest. Dus dat was natuurlijk
nog niet voldoende voor het kind, want komt er elke keer een nieuwe vraag van ja, waarom loopt die pinguïn zo traag? He, want dat duurt wel een heel eind hier die er is, en ze moet dan nog eens op een knopje drukken. Dan denk ik, ja, oké, we kunnen dat ook wel aanpassen, want zij gaat ervan uit dat papa alles kan aanpassen in het programma. He. Ze stelde de wildste vraag en dat is de wildste idee. Ik moest altijd een beetje temperen, moest net iets zijn wat ik kon gerealiseerd krijgen. Maar ik heb een slider ingebouwd en met die slider kan ze de snelheid van het lopen van de pinguïn aanpassen. Dus het ongeduld werd beloond en de pinguïn liep nu veel sneller naar huis. Dat heeft ze zo 10, 20 keer gedaan, hè, tot ze al die sliderstanden geprobeerd had. En dan was ze dan natuurlijk ook beu. En dan vroeg ze, ja, papa, wat gebeurt er dan als het avond wordt? Hè, als die pinguïn dan thuis is en het wordt avond, wat gebeurt er? Dus ik heb een zonnetje ingebouwd met een klok. En als de klok loopt, het wordt dag, het wordt nacht, het wordt dag, het wordt nacht. En de pinguïn reageert door 's nachts te gaan slapen in zijn huis. Een externe factor. Je hebt dus de factor van je start-stop van een programma. Je hebt de factor van een doel van een programma. Je hebt de factor van terwijl het programma loopt, variabelen veranderen. Hè, namelijk die snelheid van die pinguïn. En dit was dan een factor van een externe invloed. Een externe invloed, hier nu de tijd, wat op zich natuurlijk al een iets is. Hè. Een externe invloed zou natuurlijk normaal gezien reactie van een meting van een apparaat of weet ik veel wat. Maar dit stelt dat eigenlijk zo'n beetje voor. Dus de pinguïn kan ontwaakt terug. Als het terug licht wordt, ontwaakt hij terug en dan leest hij terug zijn krant. Meer heeft hij gelukkig niet te doen. Een programma moet soms afgebroken worden, want het is kerstmis en dan is het tijd voor taart en koffie en dan moet je onderbreken. Dus je moet de pinguïn ook kunnen stoppen. Ik heb een verkeerslicht ingebouwd die op rood of op groen gezet kan worden. En dan kwam er een break in het programma en als de pinguïn bij het rode licht komt, dan stopt hij. Ze kan dan op het verkeerslicht gaan bedienen. En als het terug op groen komt, dan mag de pinguïn terug voortlopen. Dus een onderbreking in het programma, ook een trigger, zo'n effect. Ik kon ze kiezen om een ander vervoersmiddel te laten gebruiken door de pinguïn. En dus nu kan hij ook met zijn motor naar huis rijden. Of na verloop van tijd kon ze ook kiezen voor een auto bijvoorbeeld. En dan moet ik even een keer een racewagen. En elke keer kon ze de snelheid, of er zijn ook basissnelheden ingesteld. De motor ging het snelst in mijn voorbeeld. En ook dan kon ze het rode licht bedienen enzovoort. Dus je krijgt dan de combinatie van dag, nacht, rood licht, keuze van vervoersmiddel. Dat zal hetzelfde principe doen, maar laten zien dat die mannen het eigenlijk heel gemakkelijk zelf ook kunnen maken. Als ze kunnen lezen, dat is wel een vereiste. In plaats van de pinguïn zullen we hier een kat nemen, dat is hier de standaard afbeelding. Dus we gaan proberen ze gewoon zelf te laten doen in de eerste stap. Gaan we ze naar rechts laten wandelen. Dus wat gaan we hier bijvoorbeeld zeggen? Het staat trouwens op Engels ingesteld voor Nederlandstalige kinderen of anderstalige kinderen. Het is in een heel zand op talen vertaald. Dus dat kan gekozen worden. Dus ik ga nu gewoon beginnen met standaard als er op de vlag wordt gedrukt. Wat gaan we dan doen? Motion. Move 10 steps. Dat is een beetje het is gelijkaardig aan wat we daarnet gezien hebben. Iedere keer dat je op die vlag drukt, ga de kat een paar stappen vooruit zetten. Nu. We kunnen dat een haas op toevoegen dan. Voegen. Een sprite toe. Eens kijken of we iets vinden direct. Things. Gaan we die kat. Dus ja, kan die kat er nog altijd naartoe lopen. Dat kunnen we nu ook nog doen. We kunnen zeggen glide.
dat is een geleidelijke stap. Naar waar gaan we? Dat x-coördinaat staat daaronder. 170 min 114. Het scherm is wat smal eigenlijk om dat. Zoiets. Gaan we die eens proberen. Voilà. Kat naar thuis. Het is eigenlijk heel gemakkelijk. Allemaal blokjes slepen. Daardoor kun je eigenlijk heel gemakkelijk aan kinderen ook gaan uitleggen wat dat er gaat gebeuren. En ik doe geregeld mee met een coder dojo. Ik weet niet dat dat principe hier bekend is, coder dojo. Dat is eigenlijk een groep, een VZ2, waar dat doel is om kinderen te leren programmeren. En heel vaak wordt daar Scratch voor gebruikt. Dat zijn mannen van een jaar of 7, 8 tot een jaar of 12. En die maken eigenlijk heel leuke projectjes. We beginnen met een hele korte intro, laten een paar functies zien en laten vooral die mannen vrij en eigen creativiteit ermee uitleven. En er komen plezante dingen van. We hebben dan nu 2 weken geleden de grapjes met volwassenen geprobeerd ook. Leren programmeren, zodat die hun kinderen niet gaan kunnen zetten. En gemerkt dat die met sommige dingen minder aan weg zijn dan die kinderen. Vooral die kinderen die durven meer proberen. Die gaan die zien, ah, wat doet dit knopje. En mensen die dan niet opgegroeid zijn met de computer, merkten dat die er veel terughoudender in zijn. Dus, multithreading voor kinderen. Maar je kunt hier ook bijvoorbeeld de kat gaan besturen met de pijltjes. Als we op het rechter pijltje drukken. Move 10 steps. Je kunt die kat zelf besturen. Je kunt ze ook in een andere richting laten gaan. Dat left arrow. Als je bijna bij het gebouw is, moet het gebouw omhoog gaan. En dan moet die kat onder het gebouw. Dan moet die zo... Dat kan. Oké, dat kan zelfs. Dat is alsof hij dan in het gebouw wil rijden. Dat is een tafel en een muis. Dus ja, nu kunnen de kat in... move min 10 steps gaan we hier van maken. De muis staat dan op de tafel en die kat gaan. En dan kunnen we ons kat in twee richtingen besturen. Inderdaad, om te laten zien hoe simpel dat het is. We zullen eens kijken hè, als de kat het huis raakt, wat we daar gaan doen. Dus nu gaan we op het huis klikken. Dan gaan we de code van het huis gebruiken. Sensing. Voilà, touching. Sprite one. Het is een kat. Dat gaan we nog even in een loopje moeten zetten. Dus vanaf dat we begonnen zijn, gaan we dat forever testen. Als ons huis, want die zijn we aan het programmeren, is touching sprite 1, dan gaan we zeggen motion. En dan gaan we het huis omhoog laten gaan, zoals er net voorgesteld is. Dus gaan we hier laten gaan naar 190, 132. Ja, en dan gaan we dat nog eens proberen. Hè. Dus ik ga met mijn pijltjes de kant besturen. Oei. Voilà, deze is eigenlijk een beetje... Ik kwam er heel even laten zien dat er zoiets bestaat als Scratch. Dat eigenlijk helemaal niet moeilijk is om de kinderen ermee in gang te zetten. Ik vind het zelfs leuk om een rap klein spelletje te maken. Het is vaak veel rapper als in een ander programmeertaal om het gedaan te krijgen.